Kijken of dat lukt met dat knopje. Ik ben Peter van Marwijk en dit ben ik ook. Maar dan 6 jaar geleden. Dit is de ochtend nadat ik mijn donorhart kreeg. Op de intensive care, genomen door mijn dochter. Nog aan de apparaten. Dus zeg maar, mijn orgaan wordt op dat moment nog door u, met al uw kennis en al uw teams, in leven gehouden. En ik zit er voorlopig als omhulsel omheen. In de 6 weken daarna slaagt u met uw team erin om mij het ziekenhuis uit te krijgen. Weliswaar voorzien van een pacemaker. En daarna moet ik het zelf gaan doen. En wat betekent dat nou? Nou, dat betekent dat ik daarna aan het werk moet. En wat heeft het voor mij betekend? Nou, dit. 2 jaar later kan ik mijn orgaan, mijn hart, met mijn lichaam zodanig inzetten dat ik op de World Transplant Games in Malaga wereldkampioen word. En dat is niet eenvoudig, want om daar wereldkampioen te worden moet je ongeveer net zo snel zwemmen als een gemiddelde zwemmer met zijn gewone hart. Ik zwem op dit moment in de top van Nederland. In 2 jaar tijd. 2 jaar later kan ik het weer. Ga ik nog iets sneller. En ik beloof u bij deze, over 2 jaar ga ik naar Australië. En er liggen 5 wereldrecords op mij te wachten. Maar hoe dan? Want voor mij begint het pas als u mij over de drempel van het ziekenhuis naar buiten stuurt. Een van de belangrijke vragen die elke getransplanteerde dan heeft is, hoe lang heb ik dan? Ik realiseer me zojuist, u spreekt over perfusie en dagen. En ik realiseer me eigenlijk dat ik een wandelend perfusieapparaat voor mijn hart ben. Met de noodzaak om die niet in dagen, maar in jaren te doen. En daarvoor moet ik zorgen dat dat perfusieapparaat, dat om mijn hart heen zit, zo goed mogelijk functioneert. En dat doe ik dus ook. Ik ben gaan trainen. Ik ben mijn lichaam gaan versterken. Ik heb geprobeerd weer vertrouwen te krijgen in mijn lichaam, want dat had mij in de steek gelaten. Ik moet mentaal dingen verwerken. Ik moet dingen achter mij laten of juist met mij meenemen. Stop ik het weg of word ik er sterker door? Ik moet mijn omgeving en relaties herstellen. Ik had een echtgenoot die mijn mantelzorger was. Dat is een andere relatie. En na mijn transplantatie komt de relatie met mijn echtgenoot weer terug. Ik ben vrienden kwijtgeraakt, of eigenlijk kennissen kwijtgeraakt. Wat je overhoudt zijn vrienden. En je vindt weer nieuwe vrienden. En ik moet weer nieuwe doelen gaan stellen. 2 weken na mijn transplantatie zat ik op het kamertje hier met het uitzicht op het park. En dacht ik letterlijk, wat nu? Want tot dan toe was ik aan het overleven. En ik moest opnieuw gaan nadenken, maar nu over het leven. Wat gaat mijn leven nu vervolgens betekenen? En een van die doelen was, en ik heb dat toen tegen de verpleegkundige gezegd, ik ga wereldkampioen zwemmen worden. Ja, hij heeft gelukkig niet een pilletje gehaald om mij even tot rust te brengen. Maar hij keek wel heel raar naar mij. Overigens deed de zwemvereniging dat ook toen ik een jaar later daar binnen liep en zei, goeiedag, ik kom gezellig bij jullie wedstrijd zwemmen. By the way, ik word volgend jaar wereldkampioen en oh ja, ik heb een donorhart. En dan zie je mensen wel van kleur verschieten. Een van de eerste vragen die ik kreeg, moeten we je reanimeren als het niet goed gaat? Nou ja, liever wel, hè. Ik was er nou toch. Maar veel belangrijker is nog, ik moet ontdekken wat er wel kan en wat er niet kan. En ik ontdekte tijdens het zwemmen dat die pacemaker wel leuk was, maar het deed een beetje oud, want op een gegeven moment ging die niet harder dan 130. Dus in overleg met de cardioloog en de pacemaker specialist hebben we hem naar 140 gezet en toen kon ik harder zwemmen. Ik meet mijzelf. Ik heb dit dingetje om mijn arm en ik meet mijn gegevens. Mijn lichaam is mijn wandelend perfusieapp. Ik ben geïnteresseerd in wat mijn lichaam kan en waar de grens ligt. En daar heb ik gegevens voor nodig. Door de sport heb ik ontdekt dat je ontzettend veel terug kunt winnen. Misschien wel meer dan dat u ooit dacht. Maar ik was wel eens af en toe verbaasd, de creatie. En ik ben van plan hem voorlopig nog te blijven verbazen. En door die sport ben ik ook in aanraking gekomen met een organisatie die Sport en Transplantatie heet. En wij hebben bedacht dat dat niet alleen moet zijn voor mensen die zoals ik een sportachtergrond hadden, want die had ik in het verleden. Maar er zijn in Nederland 20.000 getransplanteerden. En die weten de weg naar sport niet te vinden. Waarom niet? Nou ja, er zijn allerlei drempels die zij tegenkomen. Dus wij zijn begonnen een Transfit programma van de grond af te tillen. En dat betekent dat we mensen allereerst eens gaan informeren, waarom dan? Waarom moet je gaan sporten? Wat doet dat met je? Helpt dat nou eigenlijk? Wat kan je wel? Wat kan je niet? Wanneer wordt sport ongezond?
En dan vervolgens moet je mensen er overheen zien te krijgen, over die drempel. Ga maar eens bewegen in je eigen omgeving. Dus we hebben ons aan kunnen sluiten bij NOC en NSF. En laat die dat nou juist hartstikke interessant vinden. Want er is een soort politiek programma, dat heet Inclusieve Sport. En ik ben bij NOC en NSF binnengelopen en zeg, dat gaat over mij en mijn lotgenoot. Inclusieve Sport gaat over ons. Dat gaat over zorgen dat ik kan sporten en, het allermooiste, van mijn 15 jaar gemiddeld, want dat was het antwoord op de vraag hoe lang heb ik dan. En ik heb niks van 15 jaar gemiddeld. Om te beginnen ben ik niet gemiddeld. Maar veel belangrijker nog, ik bepaal wat het gemiddelde wordt. En wat mij betreft wordt die 15 jaar 20 jaar. Of 25 jaar. En daar kom ik niet zomaar. Daar heb ik hulp bij nodig. Daar heb ik kennis voor nodig. Daarvoor moet ik snappen wat sport kan. Hoe kan? Waar ligt mijn beperking? Waar liggen mijn kansen? Waar liggen mijn grenzen? En dat zijn wij nu aan het proberen. Wij zijn op zoek naar mensen die ons daarbij willen helpen. Want het is hartstikke leuk en fantastisch. Ik hou van de wetenschap. En prachtig om te zien dat u nu organen een paar dagen extra kunt bewaren, zodat ze bij mij en mijn lotgenoten erin kunnen. Maar hoe mooi zou het zijn als mijn wandelend perfusieapparaat het niet 15, maar 25 jaar volhoudt. En daar heb je kennis voor nodig. En die kennis en technologie, die zouden wij graag vinden. En waarom dan? Nou ja, hoe meet je nou het resultaat van transplantatie? Nou zo, dit ben ik met mijn echtgenoot. Dit is hier weer mijn echtgenoot en niet mijn mantelzorger. En ik sta hier bij de Matterhorn, boven de 3 kilometer. Daar kon ik niet staan met mijn falend hart. Ik kan daar zonder probleem rondlopen. Ademhalen, overigens voel ik het wel een klein beetje, dat er iets minder zuurstof is, vooral als dat hartslagje naar beneden gaat. Want die hartslag van mij, die reageert op mijn beweging. Dat heeft bijvoorbeeld als raar bijeffect dat als ik schoolslag ga zwemmen, dat mijn hartslag tijdens het zwemmen naar beneden gaat. Dus ik heb nog wel een technische uitdaging, kunnen we dat nou niet een beetje anders inrichten? Nou kan ik wel een beetje klooien door dit te doen voor de start. Gaat die weer omhoog. Er zijn geen regels bij IOC over mechanische doping. Maar ook hierom. Ik heb mijn zoon, die bij het Nederlands elftal werkt, overigens in de bewegingswetenschap. En met hem praat ik veel over wat het sport kan. Hij is afgestudeerd bewegingswetenschapper. En hij is al 8 jaar lang de technische man achter de nu 9 Nederlandse bondscoaches die hij al voorbij heeft zien komen. En ik ben bij zijn 100ste wedstrijd geweest. Laatst bij zijn 105e wedstrijd. Ik als vader was bij mijn zoon zijn 100ste wedstrijd. Dit is mijn dochter. En ik heb haar, mijn kleindochter, vanmiddag nog gezien. 6 jaar, precies 6 jaar na mijn transplantatie, in de nacht waarop ik getransplanteerd werd, is mijn kleindochter geboren. Als u wil weten wat de waarde van transplantatie is, dit. Elk jaar dat ik erbij kan krijgen, is 1 jaar extra om dit meisje en dat andere meisje te zien. Dat andere meisje heb ik overigens cum laude zien afstuderen. Correct, cum laude zien promoveren. De waarde van transplantatie kun je meten, maar je kunt hem ook vertellen in verhalen. En elke verhaal wat ik erbij kan brengen, is een bekroning op het werk wat u met het Transplantatieinstituut kunt doen. En misschien wij samen, als Sport en Transplantatie een nieuwe organisatie, om al die getransplanteerden verder te krijgen. Want oh, wat zou ik het mooi vinden om ooit in Rotterdam de World Transplant Games te zien. Dank u wel.